In Suriname is er ook een rechtsontwikkeling ontstaan als gevolg van de Javaanse immigratie, zei Edward Regio-Pauwiro gisteren in de universiteitsbibliotheek tijdens de lezing De invloed van de Javaanse immigratie op de rechtsontwikkeling in Suriname. Deze lezing is georganiseerd in het kader van 133 jaar Javaanse immigratie die op 9 augustus wordt herdacht. Regio-Pauwiro, die als inleider fungeerde bij deze lezing, haalde aan dat het bestuursrecht, arbeidsrecht, personenfamilierecht, Javaans gewoonterecht en het strafrecht zijn vervaardigd als gevolg van de Javaanse immigratie. Maar ook zijn er wetsproducten in de tijd ontwikkeld om de Javaanse immigratie vorm te kunnen geven. In 1989 is het koloniaal besluit in zake werken, transport en tewerkstelling van Nederlandse immigranten. Het is wel eens heel erg mooi geformuleerd, maar de realiteit bij de werving van Javaanse immigranten in Indonesië was ietsje van uit een interview wat ik heb afgelegd uit onderzoek en archieven in Indonesië. Was het meer ontvoeringen, mensen werden met geweld teruggebracht. En de vrijwillige immigratie die vond plaats vanaf 1939. Na deze periode zijn er tot 2014 nog wetsproducten ontwikkeld voor de Javaanse gemeenschap in Suriname. Voorafgaand aan de lezing heeft de universiteitsbibliotheek de persoonlijke boekencollectie van Wijlen Derk Verrier in ontvangst mogen nemen.